Welkom bij het Haags TV-journaal van woensdag 14 juni. Vandaag in het nieuws: het MKB groeievent, de fototentoonstelling van Sascha de Boer. Maar eerst, Mrs. Netherlands Universe en Europe komen uit Den Haag. Zowel de Mrs. Netherlands Universe als de Mrs. Netherlands Europe komen dit jaar uit Den Haag. Noah Verlinden, die als Mrs. Netherlands Europe werd gekozen, vertegenwoordigt ons land in augustus in de Europese finale in Rusland. Pandora Rietmeijer vertegenwoordigt Nederland eind augustus als Mrs. Netherlands Universe in de wereldwijde finale in Zuid-Afrika. Misses is echter iets anders als een miss, want daar gelden andere regels. Voor een missverkiezing mag je niet getrouwd zijn, geen kinderen hebben en ook niet boven de 24 zijn. En voor de missesverkiezing, waar wij dus aan meedoen, mag je dus vanaf 24 zijn. Of als je jonger bent en je hebt een kindje, mag het ook. En daarnaast kan je gewoon al een carrière hebben gemaakt. De dames komen er met een leuk uiterlijk alleen niet vanaf. Tijdens de finale dagen wordt meer gevraagd. Het is heel erg intensief, maar echt ontzettend leuk. Ik heb het programma gezien en het loopt uiteen van etentjes, elkaar leren kennen in een waterpark in Zuid-Afrika, tot aan, tot aan koken in een weeshuis. Dus het is echt heel divers en ook echt het programma wat me echt aan het hart gaat, zeg maar. Bijzonder is dat de winnaressen in Nederland dit jaar allebei uit Den Haag komen. Ja, puur toeval. Ja. Dat is de eerste keer ook dat dat gebeurt. We kenden elkaar van tevoren niet, maar nu wel. We hebben veel samengewerkt de afgelopen maanden. En dat was ontzettend leuk. Dus we gaan elkaar ook steunen en helpen. En we gaan er gewoon lekker tegenaan samen. Het is toch beter als je dicht bij elkaar in de buurt woont. Dan kan je af en toe afspreken en een beetje brainstormen van hoe doe jij dit, hoe doe jij dat. En elkaar vooral veel helpen. Naast het mooi en slim zijn dragen de dames ook maatschappelijk hun steentje bij. We zetten ons in voor het goede doel Stop Violence Against Women. De afgelopen maanden heb ik vooral directe hulp geboden door spullen en kleding in te zamelen voor de vrouwen en kinderen die in het Blijf van Mijn Lijfhuis leven. Deze vrouwen zijn gevlucht voornamelijk vanwege het huiselijk geweld. Die worden in de huizen opgevangen en komen daar eigenlijk met helemaal niets aan. En dat is een goed doel wat me echt ontzettend aan het hart gaat. Ze zijn vluchtelingen in eigen land omdat ze vaak vluchten op een tijdstip dat het kan. Ze kunnen alleen hun kind meenemen of hun kinderen en ze komen daar gewoon aan met letterlijk niets. En naast het goede wat de dames kunnen doen, zou winnen toch ook wel heel leuk zijn. Het allermooiste zou zijn als we allebei met de titel thuis komen natuurlijk. Maar daar krijgen we wel een zware taak aan. Dus we gaan gewoon ons best doen en kijken hoe ver we komen. In het atrium van het stadhuis werd gisteren de fototentoonstelling Leven in de Schaduw geopend. Fotografe Sascha de Boer maakte in Tanzania een indringende reportage over kinderen met albinisme. Het is een verhaal dat verteld moet worden. Het is belangrijk dat we dit verhaal vertellen, omdat het is vrij simpel op te lossen met dingen die wij in Nederland voor ons doodnormaal zijn. Als het gaat om de verzorging van de huid van mensen met albinisme. Die kunnen heel slecht tegen de zon, omdat ze gewoon te weinig pigment hebben. En als je je goed insmeert, dan krijg je geen huidkanker. En dat is voor ons eigenlijk heel makkelijk om dat te regelen. Maar het gaat ook om ernstiger dingen, zoals het bewust worden dat mensen met albinisme niet anders zijn dan anderen. En dat wordt in Afrika, in veel landen, wordt dat nog steeds als een enorm probleem gezien. Alsof het kinderen van de duivel zijn. Het bijgeloof is er eigenlijk het grootste probleem. Bijgeloof is het grootste probleem en vooral het gevaar dat ze daardoor lopen. Want dat bijgeloof, dat schrijft ook voor dat ledematen van albino kinderen veel geluk brengen. En dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt zo'n naar verhaal. Maar daar geloven een aantal mensen nog steeds in. En daar wordt geld mee verdiend? Er wordt veel geld mee verdiend. En ik hoorde net ook van een vrouw die hier is, die ook albino activist is, dat daar zoveel geld in omgaat. Dat gaat soms om wel $25.000 voor een ledemaat of voor een lichaam of zo. Dat is verschrikkelijk om dat te bedenken, dat daar nog steeds gebeurt. Je hebt ervoor gekozen om niet in zijn algemeenheid te fotograferen, maar te focussen op kinderen en in dit geval 4 kinderen. Ja, in dit geval wilde ik het verhaal van mensen met albinisme vertellen via kinderen. Omdat kinderen echt natuurlijk een enorme onschuld hebben.
En ik wilde het vooral heel persoonlijk maken. Dus ik heb 4 kinderen gevonden in Tanzania, die alle 4 eigenlijk door hun situatie het verhaal vertellen. Ze is gewoon een meisje, maar dan met een witte huid. De veiling van het eerste vaatje nieuwe haring op de Scheveningse visafslag heeft gistermiddag €65.000 opgebracht. Het laatste bod kwam van een groep jonge ondernemers uit Veenendaal met de naam Heren van de Vis. Ze doen al 30 jaar mee aan de veiling. We hebben er al generaties lang op geboden. Dat we hem nu hebben bemachtigd is de kroon op ons werk, aldus de Heren van de Vis. De opbrengst gaat naar de stichting Make a Wish, die er een speciale bus voor kopen. Het nieuwe voertuig is bedoeld om de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte te vervullen. Een definitief besluit is uitgesteld, maar als er een tram komt naar Scheveningenhaven, dan gaat die over de Westduinweg rijden. Dat zegt wethouder Tom de Bruin van Verkeer. De eerste protestmars tegen het plan is al aangekondigd. Reizigersorganisatie Rover vindt de Westduinweg juist wel een goede keuze. Het is als de beste variant naar voren gekomen, zegt voorzitter Arnold van der Heijden. Hij verwacht niet dat de verkeersdrukte op de Westduinweg zal toenemen. Een Delftenaar die in december 2016 een koffertje bij het hek van de Amerikaanse ambassade in Den Haag achterliet, is door de rechtbank vrijgesproken van bedreiging. De 48-jarige man zette het koffertje bij het ambassadehek neer en riep iets naar de beveiligers voordat hij wegliep. Volgens de verdachte wilde hij alleen geheime informatie delen met de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama. Uit angst voor een bom werden de straten rondom de ambassade afgezet en was er veel onrust in de buurt. Uiteindelijk bleek er geen explosief of geheime informatie in het koffertje te zitten. Gisteren werd in het World Forum het MKB Groei-event georganiseerd. Er waren Haagse inspiratiesessies en de mogelijkheid om te speeddaten met sprekers, experts en ondernemers. Wat onze bedoeling is om te zorgen dat ondernemers bij elkaar komen, kennis kunnen uitwisselen. Maar ook dat ze met hele concrete suggesties komen waar wij als gemeente mee aan de slag kunnen gaan. En dat heeft de afgelopen jaren erin geresulteerd dat we heel veel regels hebben afgeschaft. Dat het klantcontactcentrum van de gemeente langer open is en bereikbaar is. En op die manier willen we bedrijven laten groeien in Den Haag. Want dat is heel belangrijk voor de economie en voor onze werkgelegenheid. Er waren inspiratiesessies met diverse thema's. Heel veel Haagse ondernemersnetwerken presenteerden zich op de netwerkmarkt. We vinden het heel belangrijk dat in die internationale stad die Den Haag is, dat ook het midden- en kleinbedrijf daarvan profiteert. Dus ja, eigenlijk bedrijven op weg helpen om ook over de grenzen zeg maar, de activiteiten te ontplooien. We hebben een hele grote Hindoestaanse gemeenschap bijvoorbeeld in Den Haag. Nou, het is interessant om te kijken hoe je bijvoorbeeld ook de handelsrelatie bijvoorbeeld met India ook op gang zou kunnen brengen. Inmiddels zijn we de grootste online elektronische retailer in Nederland en België. Ik weet niet waar de getallen van de net vandaan kwamen, maar we doen dit jaar de echte omzet niet van 550, maar van 1,2 miljard. Dus het gaat best hard. Pieter Zwart, directeur van Coolblue, vertelde over de explosieve groei van zijn bedrijf. En zijn miljardenomzet zorgt natuurlijk voor veel inspiratie. Nou, geweldig, geweldige man. En heeft hij geleerd van hem dat hij met nieuwe dingen eigenlijk, de manier hoe hij gedaan heeft, hij met wasmachines verkopen en bezorging eraan koppelen en dan een miljardenbedrijf oprichten. En de directeur van Coolblue gaf het publiek ook een nieuwtje. Er zijn al lang geruchten dat hij naar Den Haag komt. Daar zijn we natuurlijk als gemeente heel erg blij mee. Het schijnt ook de grootste vestiging te worden van Coolblue wereldwijd. Nou ja, dat kan Den Haag goed gebruiken. Volgende week wordt het echt bekendgemaakt. Maar het is dus al zeker dat hij naar Den Haag komt. Dan het weer. Morgen overdag veel wolkenvelden, maar zo nu en dan laat de zon zich zien. De wind neemt gedurende de dag toe van zwak tot vrij krachtig en de middagtemperatuur ligt rond de 24 graden. Overmorgen begint de dag zonnig, later volgen meer wolkenvelden. Het blijft droog en de wind is matig tot vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. Morgen start het Beach Open en de World League Volleyball. 5 dagen lang is er actie in de nieuwe sportcampus met onder andere morgen de wedstrijd met Marleen van Iersel en Manon Vlier. Die wedstrijd begint om 19:30 en de toegang is gratis. Tot zover het Haags TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 18:00 op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.